Ja, ja, maar Debbie, ik vind deze gast is ongelooflijk. Ze hebben echt, echt gezworen net op de piano. Tot ze echt alles wat ze doen is ja. echt nieuw. Lekker makkelijk. Die gaat, piano is niet van hun, Pierre. Wat? Die piano is niet van hun, dus ze kunnen ze makkelijk observeren. Nee, ook nieuw. In theater. Maar op de theaterschool leer je toch volgens mij... dat je juist ook het publiek iets moet geven wat herkenning geeft, toch? Ja, jawel. Alleen er zit meer herkenning in de, wat de mensen om zich heen zien dan wat wij al een keer gedaan hebben. Mensen die komen misschien wel 2 of 3 keer naar ons, dat kan best. Maar ze zullen iets herkennen, dat waarschijnlijk ja, een tv-programma dat ze kennen of een film die ze herkennen of een filmstijl. En als wij dat goed kunnen spelen, volgens mij krijg je dan meer herkenning dan wanneer wij elke keer dezelfde grap zouden doen. En als je zo meteen bejaard bent, dan heb je toch wel een grote hit nodig, toch? Zo van waar je kan cashen. Waar we opteren, ja. Ja, maar, ja wij zetten in op het toeterlied dat we zo meteen gaan doen. Daar kunnen we nog tot in de eeuwigheid blijven doen. Ja. Het toeterlied, wat is dat? Leg uit. Het toeterlied, nou, daar pak ik even een apparaat erbij. We hebben daar een toeter bij nodig. Wij geven iemand in het publiek, dat ben jij vandaag, een toeter. En we gaan een lied zingen over die persoon zijn leven. Nou weten we best wel veel over jouw leven in het algemeen. Tenminste, ik eigenlijk niet zo heel veel. Maar Roemer, die is echt een grote fan. En die heeft al je kookboeken. Ja. We gaan een beetje zingen over jouw jeugd. En over hoe jij geworden bent, wie je nu bent. Met wat voor kleur haar had ik? Nou, geen idee. Dat weet ik nog niet. Oh. Dan gaan we zo meteen zingen. En elke keer als wij iets zingen dat niet klopt, dan doe jij dit. En dan veranderen wij het net zo lang tot ik je ophoud met toeteren. Dus net zo lang totdat het klopt. Dus het kan zijn dat de luisteraars hebben alleen maar getoeterd hoor. Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, maar meestal komt het uiteindelijk wel goed. Dus als niet klopt, oké, dan gaan we beginnen. Ik ga zitten daar. Ja. Dus ik toeter als iets niet klopt. Als het niet klopt, hè. En als het wel klopt. En eerlijk zijn, hè, Pierre? Ja. Eerlijk zijn, ja. Jij werd geboren met een grote bos haar. Jij kwam... Je werd geboren zonder haar. En met nauwelijks nagels aan je handjes. Je moest nog totaal worden wie je nu bent. Je was best wel een zwak kindje. Je was al direct super intelligent. Je wist precies hoe je moest praten en schrijven. Nou, daarmee liep je wat achter. Je hebt zelfs nog spraakles gehad. Dat was op de basisschool, want je kon de R niet goed uitspreken. Nou ja. Je kreeg van een bejaarde dame logopedie. Dat was al in de Schilderswijk. Nee, dat was ergens in Eskamp. Dat was in een andere wijk in Den Haag die ik niet ken. Maar goed, je hebt maar een les of 10 gehad. Toen was je er vanaf. Je bent nog steeds aan het lopen bij die mevrouw. Je bent best wel veel gepest voor je spraakgebrek. En je bent niet gepest, want je sloeg er altijd behoorlijk op los. En nog steeds hebben medeleerlingen blijvende schade. Als je dan thuis kwam, kreeg je een behoorlijke vermaning van je vader. Je vader zei, goed zo jongen, sla maar flink van je af. Want al dat emotionele gedoe, dat vond hij maar laf. Ja, hij heeft jou geleerd om te koken. Jou? Je moeder heeft je geleerd om te koken. Jouw koken is een natuurtalent. Je ontdekte het op een jaar of 5. Op een jaar of 10. Je was een jaar of 30. Je was daar ergens tussenin. Toen je voor het eerst Franse kaas proefde. Toen je voor het eerst een banaan proefde. Ja. Want de banaan is je grote passie. De ananas is je grote... Je hebt eigenlijk niet zo'n grote passie. Je hebt wel een grote passie, maar die is heel breed. Maar vooral is dat toch groente. Je laat iedereen weten wat je daarvan vindt. Dat is de jeugd van Pierre Wint. Het is toch te gek dat je aan
Dus ik zou zeggen, allemaal naar het theater. Want het is echt kikker, man. Wat kwam jij laat in aanraking met een banaan? Ja, hè? Heel laat. En niet voor seksgebruik. Ik, oh, daar is het weer. Ja, nee. Nee, maar heel veel vrouwen, mannen zien komkommers en bananen als een sekssymbool. En ik zie het gewoon echt als een... Ik kan er lekker salade van maken, ja, denk ik dan. Ja, natuurlijk, ja.